Maar slingers, zie je dat? Dan zou het toch hier moeten zijn, denk ik, Brit? 5 jaar, hoor. 5. Ja, 5. Ja, heel goed. Lekker weer. Ik heb een korte broek aangetrokken, dus... En een battle die jij nog ooit gedaan hebt. Op naar groep 7-8. Oeh, dat wordt bijzonder, zeg. Hallo, wij zijn basisschool Klimlijn en we bestaan 5 jaar. Hey! En om dat te vieren willen wij super graag meedoen aan de battle. Hey! Ik denk dat dit de klas is. Goedemorgen! Gefeliciteerd met jullie school! Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. Oké, stop! We zijn hier natuurlijk voor iets anders. Ja. We gaan eerst een stadspel doen, kijken welke jongens en welke meisjes. Ben je gaan? Ga je op de play drukken? Ja, heel leuk. Jullie spelen... Gezellig. Je hebt allebei een schoolboek. Allebei. Ja, geef maar. Speel daarmee een popje naar elkaar over richting de prullenbak. Het popje mag je maximaal 2 keer achter elkaar raken. De 2 duo's die als eerste een popje in de prullenbak slaan, gaan mee naar... Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké, 3, 2, 1, start! Oh, zo moeilijk. Het is eigenlijk even de moeilijkste selecties bellen. Ja, hier. Oeh, zo close. Het steekt zo spannend. Oeh, lekker overheen. Oh, wow. Het is zo moeilijk dit. Ja! Kijk eens, kijk. Welkom hier, Andy. Het is zo close dit. Oh. Ja! Welkom in het meidenteam! Ik ben Lisanne en ik zit op schaatsen. Ik ben Eline en ik zit op reddingszwemmen. Ik ben Lieke en ik zit op paardrijden. Ik ben Femme en ik zit op dansen. Dit zijn mijn meiden! Ja! Jongens, klaar? Dan gaat hij. 3, 2, 1, go! Nou, daar gaan ze. Oeh. Ah, gaat best heel goed. Ja hoor, daar gaat ze al. Nummer 1. En hier blijven staan hoor. En weet je, nummer 2. Ik laat dan hier staan. Ik ben Mike en mijn sport is zwemmen. Ik ben Milan en ik zit op kickboksen. Ik ben Giel en ik zit op voetbal. Ik ben Martijn en ik zit op voetbal. En dit zijn ze, mijn 4 mannen! Yeah! Nu is de vraag natuurlijk, wat gaan we doen, Brit? Oké, de sport die we vandaag gaan doen is sub polo. Naar de auto! Wacht, ik ben helemaal verbaasd. Waarvoor juichen jullie? Heb ik gedaan. Maar... Heb je ook sub gepolo'd toch? Nee, toch? Heerlijk. Oh, nee. Ga maar lekker jullie in de auto. Ook? Heerlijk. Oké, we gaan trainen. Ik ga een overwinning. Hoor. Heerlijk zeg. Ja, jeetje. De auto in en op dat strand. Stop! Zetten! Wist je dat suppen een soort golfsurfen is? Bij suppen sta je rechtop. Ik zeg rechtop. Met een paddel in je hand glij je over het water. Je kan het in rustige meertjes doen of in de zee. Suppen komt uit Hawaii, een Amerikaans surfparadijs. Het is een wedstrijdsport. En nu is er ook subpolo op een subboard. Je speelt het 3-3. Je moet je paddel gebruiken om de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Zo'n paddel heeft een gat. Ja, waarmee je de bal zo uit het water haalt. Het is dan ook een mix van waterpolo en lacrosse. En suppen natuurlijk. Ja, sta nou eens rechtop. Hé! Hey.
Pak hem even in het water. We zijn onder water. Kom eruit, man. Kom jongens, we gaan even naar onze topper. Die zit daar al. Kijk. Ja. Thomas. Wij gaan ook naar onze topper. Merel. Merel. Hey jongen, hallo. Hi, nou, Thomas. Dit zijn ze dan. Martijn, Milan, Giel en Mickey. We willen vandaag heel graag winnen. Meteen het water in. Oh ja, dat gaat smooth. Ja, we zijn al sneller dan de jongens. Maar je zit een gat in. Dat is toch hetzelfde als dat je soep inschenkt zonder, met een gat in je lepel? Ja, dat klopt. Maar die gaten zijn dus om de bal zo meteen te kunnen vangen. Oh, oké. Okay. Wat is het water toch lekker, hè? Koud. Dan gaan we ongeveer bij het handvat staan, want daar heb je je meeste balans. Ik vind dat je één voet hier en dan sta je op de juiste plek. We beginnen op onze knieën. Dan doe je rustig je voeten erbij, zodat je kan gaan staan. En dan wil je gaan duwen en dan kom je naar voren. Niet dicht op het zand, dan ga je vast zitten met je twintig. Ja. Heel goed. Naar voren, duw het met die arm. Je duwt aan de ene kant en als je aan de andere kant gaat peddelen, dan moet je je handen om gaan draaien. Ja. Jongens, hey, ziet er goed uit, mannen. Stuur vind ik lastig. Ja, echt heel lastig. Om een bochtje te maken, moet je op de achterkant staan. Want als je het hele bord moet draaien zo in het water, is veel moeilijker als dat alleen nog maar de achterkant in het water staat. En op wow, de achterkant? Cool, het lijkt wel een speedboot. Helemaal omdraaien. Ja, heel goed. Ja, dat ziet er goed uit. En dan met je paddel een slag maken. Kijk eens! Ja, keurig. Ziet er goed uit, mannen, zeg hij. Ziet er goed uit. Oh, oh. Nou ja, ik dacht ik doe hem even een eentje. Heel goed, hé. Hoe kan het dat je viel? Ja, door jou. Femme, je zit bijna in Engeland. We moeten nog battelen. Meiden, we gaan nu next level. We gaan nu ook met een balletje gooien. Als die bal naar je gegooid wordt, dan claim hem door middel van, hop, even je paddel erop te leggen, claim, hop. Dan kan je daarna rustig kan je hem omdraaien. Bovenop en dan eronder draaien. Roepen? Ja, heel goed. Keurig, jongens. Ja, ja. Hé, hey, applaus voor jezelf. Ja, even. Goed. Oké, mannen, nu staan we op een sub. En dan wordt het een heel ander verhaal. Je mag niet van je sub af. Ja, 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 pak hem. Over voor je. Hoppa. Wie jij nou aan het doen, Ron? Nou, ik wil me even wat meer tussen de jongens begeven. Oké, nou ga jij maar lekker op het paard zitten. Veel plezier. Misschien wel even gezet. Gezelligs. Keurig, jongens. Oh, oh, bootje. Ging niet helemaal goed. Ik zag je deze been. Nou, wat een slechte film is. Ron, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het suppen. Oké, want je staat er eerst op het zand. Ja. En ten tweede sta je ook nog aan de verkeerde kant. De volgende is daar. Oh. Ik denk dat het voor iedereen beter is als je hiermee stopt. Zullen we door naar de quizvraag? Kan dat nou, ja. Oké, ik heb een hele goeie. Moet je wel heel even goed opletten nu. Oké, de vraag is, hoeveel pionnen zag je net in beeld? Denk je het goede antwoord te weten? Ga naar onze website en vul daar het goede antwoord in. En wie weet ben je de winnaar van deze Zepportas. Ik stond aan de verkeerde kant. De finale, ik heb er heel veel zin in. Maar Merel, hoe gaat die werken? Nou, we hebben straks twee helften en we hebben twee doelen. Wie het meeste scoort, die wint. Oké. En Thomas, zijn er nog speciale regels? Je kan de bal claimen door middel van de paddle op de bal te leggen. En dan moet je hem gaan gooien. En dat gooien, dat mag alleen als je staat. En we hebben natuurlijk ook nog een scheidsrechter, hè? Juist. Je bent wel een man, hè? Je moet wel een beetje ook voor de meisjes zijn. Ik ben heel onbetijdig, daarom heet ik ook scheidsrechter. Meiden, zijn we er klaar voor? Ja! Klaar voor? Ja! Ja, rammen! Oh, dat was wel een mooie poging.
Hartstikke goed gedaan! Pak hem! Alsjeblieft! Verdedigen! Meiden, kom op! 1-1! Meiden, dat moet nu gebeuren! Yes! Yes! Ja! Kijk eens, er staat er een vol vlees! Ah! 2-1. 2-1. Wereldteam! Heel goed, jongens! Heel goed! Ja, nu ben ik weer trots! Rust! Meiden, ik ben super trots dat jullie het... Onderschat de beiden niet, hè. Die zijn best hartstikke goed. We hebben echt wat meer power nodig. Over het veld. Yes. Ja. Als we die bal nou hebben, pak je rust. Ze kunnen hem niet meer afpakken. Dus nou, ga je even op je knieën zitten. Zorg dat je hem even goed hebt staan. En zorg dat er iemand voor staat. Hè? Het kan allemaal nog. Let's go. Voor. We gaan. Meiden! Ja, ja, voor de mannen. Pas hier naar voren. Ja! Ja! Scoren! Meiden, nu gaan we ervoor! We kunnen het nog halen! Oh, pak de ding! Scoren! Ja! Heel, wauw! Wow. Goed zo, meiden! Echt trots op jullie! En dat betekent dat de beker gaat naar de mannen! Ja! Hartstikke goed gedaan. Goed gedaan, hè. Gefeliciteerd. Volgende week hebben we weer een nieuwe battle. Dus tot volgende week. Wij van Zelfsport zijn genomineerd voor het beste jeugdprogramma van 2019. En die ster willen we heel graag winnen. Dus wij willen u vragen... Stem op Zelfsport. Ron, hoe doe je dat? Nou, dan ga je naar televisier.nl/jeugd. Dan zie je alle jeugdprogramma's. En dan stem je gewoon op Zelfsport. Klik op Zelfsport. Zelfsport. Stem. Doen hoor. Ik neem mijn stem in huis. Ja. Nou, dat weet ik toch niet. Want ik wil eigenlijk misschien toch...